Hoi en welkom terug bij mijn kanaal en bij weer... Nog een keer. Hey, een hele goede avond. Hoi en welkom terug bij mijn kanaal. Ja? Hoi en welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video op mijn vaste uploaddag. In mijn vorige video heb ik jullie gevraagd of jullie wat vraagjes voor me konden achterlaten voor een Q&A. En dat hebben jullie allemaal gedaan. Nou, niet allemaal, maar heel veel van jullie hebben dat gedaan. Het is weer laat, jongens. Het is weer laat. Goed, ik heb genoeg vragen gekregen voor een Q&A video. En dat ga ik dus vandaag even doen. Dus dat... Ik ga vandaag lekker vraagjes van jullie beantwoorden. Hoe leuk is dat? Ik weet helemaal niet wat ik zeg. Laten we gewoon beginnen. Oh ja, ik zal de vragen ook er even bij pakken, hè? Oké, ik heb alle vragen voor me en laten we gewoon even beginnen. Ik kijk straal... Alsjeblieft. Oké, ik heb alle vragen voor mij en ik kijk soms even zo naar beneden, want ik heb hier mijn laptop staan. En daar heb ik dus alle vragen. Dus goed, laten we beginnen. De eerste vraag is... Hoe oud ik ben? Ik ben 21. 21 alweer, jongens. 21. In welke winkel zou je 1 minuut gratis willen shoppen en waarom? Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag, want ik vind zoveel winkels leuk. En ik zou zeggen H&M, maar ik ga voor een duurdere winkel. Dior of zo. Ja, ik zou echt gewoon alles meenemen van Dior. Of Mediamarkt of zo. Vet veel camera's en tv's. Nee, zoveel kan ik niet tillen in één keer. Ja, ik weet ook niet. Ik zou wel voor een dure winkel gaan. Of IKEA of zo. Vet veel bedden. Random. Maar dan zouden ze gaan verkopen, denk ik. Oh, ik kan niet kiezen. Ik ga voor een Dior winkel. Ja, ik ga voor een Dior winkel. Doen we. Even kijken. Wat is je favoriete make-up product van Catrice? Of wat is je favoriete lipstick? Mijn favoriete product van Catrice is de concealer van Catrice. En die heb ik laten zien in mijn januari favoriete video. Dus daar kan je hem zien. En mijn favoriete lipstick is de MAC Diva. Dat is echt mijn favoriete lipstick. Oh ja, trouwens. Ik heb daar een dupe van gevonden. En die kan je zien in mijn top budget producten. Top 10 budget producten video. Zelfreclame, jongens. Zelfreclame. Heb ik vroeger huisdieren gehad? Ja, ik heb vroeger huisdieren gehad. Ik heb vroeger wel eens huisratjes gehad. En wat heb ik nog meer? Ja, katten heb ik gehad. En nog steeds. Ik heb nog steeds 2 katten. Tegenwoordig hebben we zelfs een konijn en een cavia. Daar heb ik niet zo heel veel mee, moet ik eerder zeggen. We hebben ook een hond gehad. En ja, best wel veel dieren gehad, ja. Oké, de volgende vraag is, wat is mijn lievelingseten? Mijn lievelingseten is sowieso sushi. En de tweede plek is KFC. Sowieso KFC. Ik heb trouwens vandaag ook bij KFC gegeten. Was echt super lekker. Oh ja, en als je voor de rest van je leven nog maar één club... Wat? Club? Nog één club lipstick. Als je voor de rest van je leven nog één kleur lipstick mocht dragen, welke kleur zou dat dan zijn? Dan ga ik voor een diep rode kleur. Oké, deze is heel moeilijk. Als je moest kiezen tussen wonen onder de brug voor 1 jaar of een leeuwenverblijf overnachten voor 1 dag, wat zou je dan kiezen? Ik kies dan voor de brug, denk ik. Ik zou echt niet met een leeuw kunnen logeren, zeg maar. Dat lijkt me niet zo gezellig. Wat is jouw ultieme gouden tip voor iemand die een YouTube kanaal wil beginnen? En dat vind ik echt een hele leuke vraag, want toen ik begon had ik ook niet echt een gouden tip. Ja, ik keek wel echt veel naar andere mensen van, hé, hoe hebben zij het eigenlijk gedaan en hun YouTube levensverhaal, zeg maar. En iedereen zei het eigenlijk, gewoon doen. En dat vond ik zo ontzettend makkelijk gezegd van hun. Maar het is echt niet moeilijker dan dat. Je moet er gewoon mee beginnen. En dan op een gegeven moment... Ja, dat heb ik natuurlijk niet meteen in het begin. Maar op een gegeven moment... ja, je krijgt respons van anderen. En dat maakt het zeg maar zo leuk. Je hebt interactie met andere mensen. Daardoor blijf je zeg maar doorgaan. En het is natuurlijk ook super leuk. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen. Ja, wat is een ultieme tip voor iemand die wil beginnen? Ja, ik zou zeggen, doe het als je het leuk lijkt. Doe het als je het leuk lijkt. Vet goede tip. Echt super tip. Ik zou zeggen, gewoon doen. En dat was ook niet zo makkelijk voor mij hoor. Ik heb ook echt een schop onder mijn kont gehad. En ik ben samen met een vriendin van mij begonnen. Dus dat was voor mij was het wat makkelijker. Want we waren samen, begonnen wij met iets. Dus wij hadden ook heel veel aan elkaar en nog steeds. Ik denk dat dat het is wat het voor mij wat makkelijker heeft gemaakt. Oké, volgens mij gaat het echt helemaal nergens meer over. Maar goed, mijn gouden tip is gewoon mee beginnen. Als je dat graag wil, moet je het gewoon doen. En dan is het klaar. En dan is het gewoon klaar.
Wat is je raarste droom? En dit is echt... Ik heb altijd rare dromen. Dat is echt geen grap. Ik droom altijd zo raar. Ik kan echt... Ik heb ook altijd van die kleine stukjes. En ik kan er echt geen touw aan vastknopen. Zo heb ik een keer gedroomd. En het was zo random. Maar die droom, die blijft mij gewoon op een of andere manier achtervolgen. Ik had dus gedroomd dat er een gebouw was. En dat was zo'n soort afvalbedrijf was dat. En het was een... In de vorm van een gigantische, gigantische gouden emmer. En het was zo raar. Want op een gegeven moment ging daar dus afval in. Heel veel afval. En die emmer, die kreeg zo armen. Die kreeg gewoon vet grote armen. En die zette zich af op de grond. Zo. En tilde zichzelf als het ware zo naar boven. En ging zo schudden. En dat was de afvalverwerking. En daar heb ik over gedroomd. Dat blijft mij gewoon heel erg achtervolgen. Die droom, dat vergeet ik nooit meer. En dan heb ik nog een vraag. Wat wil je graag bereiken met YouTube in 2016? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk geen specifieke doel of zo. Maar ik wil wel, zeg maar, elke week een video hebben upgeload. Geüpload. Je snapt me wel. En tegenwoordig doe ik dat dus op donderdag. En mijn doel is, en dat wil ik ook graag volhouden... En dus een beetje bereiken. Dat ik dat dus ook elke donderdag echt doe. Even kijken. Mijn doel, als ik zeg maar qua abonnees kijk, dan zou ik voor het eind van het jaar zou ik 3000 abonnees willen hebben. Ik denk dat dat wel te halen is. En voor de rest wil ik graag leren met Photoshop om te gaan. Dat vind ik toch wel een beetje bij YouTube passen. Want je hebt ook hele mooie banners en thumbnails en zo. En dat kan ik allemaal niet. En dat lijkt me echt super leuk om dat zo cool te maken. Weet je wel. Mensen hebben heel vaak met zo'n wit randje zeg maar om hun foto heen. Dat vind ik echt zo cool. Volgens mij doe je dat met Photoshop. En dan kan je zo'n vet mooie achtergrond maken. Ja, dat lijkt me echt zo leuk om te kunnen. Dus dat is mijn doel. Leren met Photoshop om te gaan. Ja, dat wil ik graag bereiken. En dan zijn we alweer aangekomen bij mijn laatste vraag voor vandaag. Waar haal je inspiratie vandaan? Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Nou, ik heb zeg maar het geluk dat ik maar één video per week upload. Dus ik hoef niet per se heel erg op zoek naar ideeën. Want ik heb eigenlijk een hele week de tijd om erover na te denken. En als ik het zie... Soms heb ik gewoon zo'n gedachte en ik denk van wauw, dat is echt leuk. En als ik de volgende dag dat nog steeds denk van wauw, dit is echt leuk, dan doe ik dat. Ik plan het niet maandenlang vooruit. Als ik zeg maar, ik film nou deze video, ik weet eigenlijk niet wat ik de volgende keer ga doen. Dus ik focus me altijd heel erg op één ding. En ik heb wel op zich wel een lijstje met allemaal ideetjes voor als ik denk van oh my god, oké, ik weet echt niet wat ik moet. Dan kijk ik daarop. Want daar schrijf ik wel een beetje random ideeën. Zo van, oh, dit lijkt me een keer wel leuk om te doen. Maar niet voor meteen de volgende keer al. Want, I don't know. Soms kijk ik ook bij andere kanalen van, hè, wat maken andere mensen? Wat wordt een beetje vaak bekeken bij anderen? Wat vinden mensen leuk? Waar hebben ze positieve reacties of zo? En zo probeer ik ook een beetje mijn eigen draai aan te geven. Of soms lees ik ook bij de comments bijvoorbeeld bij andere mensen van... Goh, doe eens dit en dit. En dan denk ik, oh ja, oh, je wordt ook naar gevraagd. En misschien is het ook wel leuk om voor mij om zoiets te doen. Dus daar kijk ik ook naar. Maar ja, het is voornamelijk... Ik heb niet echt één ding waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Het komt gewoon of zo. Ja, het komt gewoon... Gewoon ogen en oren open houden. En dan ja, gewoon kijken wat er om me heen gebeurt. En dat was mijn Q&A alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!